Het seizoen verloopt voor Matthias Bossaerts nog niet zo voorspoedig. Met het EK onder 21 met België in de zomer in het vooruitzicht wil hij dus een betere tweede seizoen zelf draaien. De meeste Belgische voetballers die ik spreek zijn een beetje timide. Heb jij voor mij geen last van of wel? Nee, heb ik al vaker gehoord, ja. Ik weet niet hoe het komt. Het komt misschien door de mensen waar ik mee ben opgegroeid. Dat ik iets mondiger ben dan de normale Belg. Maar wat je zegt heb ik al meer gehoord, ja. Ook op het veld hoor ik jou wel aanwijzingen geven dat de bijbel van? Ja, ik denk wel dat het belangrijk is in de positie waarin ik speel, dat het belangrijk is om mensen voor je bij te sturen. Mensen naast jou is wel belangrijk, ja. Dus eigenlijk ben je misschien wel meer in Nederland wat dat betreft? Kan wel, ja. Ik heb me goed geïntegreerd, ja, klopt. Hoe is het dan het eerste half jaar hier in Nederland? Ja, ik denk als we realistisch zijn dat het een beetje tegenvalt. Voor mij persoonlijk ben ik gewoon blij dat ik aan mijn wedstrijden kom. Het collectieve kan sowieso beter. Ik denk dat iedereen dat weet van ons, dat we een slechte eerste seizoen zelf draaien. Maar het is nu aan ons om allemaal samen op te staan en er een mooie tweede seizoen zelf van te maken. Maar persoonlijk, kun je een goede wedstrijd draaien als je wel verliest of tegengoals krijgt? Ja, ik denk dat het belangrijkste is dat we als ploeg winnen. En daarna kan je naar je eigen prestatie gaan kijken. Maar het heeft ook geen zin dat je heel goed speelt en uiteindelijk toch verliest. Dus dat is het belangrijkste, dat je collectief gewoon die 3 punten haalt. Hoe gaat het voor jou persoonlijk, de eerste seizoen zelf, als je kijkt naar je spel en je prestaties? Ja, kijk, als je kijkt van waar ik kom, zeg maar, van vorig jaar in België, heb ik een beetje een moeilijk seizoen achter de rug. En nu heb ik zo goed als ik fit was, heb ik eigenlijk alles gespeeld. Ben ik ook 2-3 keer opgeroepen voor het nationale elftal van België. Ja, Jong België dan. En dan denk je dat ik gewoon persoonlijk wel mag blij zijn. Dat ik gewoon terug plezier heb op het veld. Daar mag ik wel gewoon blij om zijn, ja. Maar dat Jong België, dat is natuurlijk wel een generatie die een grote moet opvolgen. Dus denk jij daaraan, aan de selectie van op een gegeven moment in België? Ja, natuurlijk. Het is altijd leuk om voor je land te spelen. Ik denk na het seizoen, deze zomer, hebben we ook nog het EK in Italië voor Jong België. Dus het is ook een hele mooie kans om iets te tonen daar, zeg maar. En waarom niet denken aan die dingen? Dat is waarom dat ik voetballer ben geworden, om zo hoog mogelijk te mikken gewoon. Ik speel nu voor Jong België en het einddoel is natuurlijk om bij de Rode Duivels te geraken. Maar ik denk dat iedereen weet dat die stap niet gemakkelijk is. Als je kijkt wie daar nu allemaal rondloopt, zijn allemaal Premier League spelers, spelers in Spanje, dat soort dingen. Dus dan zal je wel bij een topclub moeten spelen om echt daar aan de bak te komen. Ja. Dus is het voor jou een zaak om redelijk goed tweede seizoen te draaien? Ja, kijk, ik bekijk het nu gewoon dag per dag. Hè. Ik ga mezelf niet te veel druk opleggen of zo. Ik doe gewoon mijn best alle dagen op training met de wedstrijd. En dan ga ik wel zien waar dat ik kom. Maar ik ga nu niet zeggen van binnen zoveel jaar wil ik dat doen of dat. Ik stel mezelf gewoon nu kleine doelen op. En die wil ik dan gewoon bereiken op korte termijn.